En hele goede morgen, mijn prinsesje. Ja, lieve vrienden, het is dinsdagochtend. Het is 9:45 en hoeveel is te leven vandaag? Even naar mijn computer, dat weet ik even niet meer. De 17e alweer. Ja, de tijd gaat echt wel snel. Het blijft niet stilstaan. Mijn hondje ligt daar. Ja, en nou ja, mijn prinsesje die loopt daar ook. En waar, oh, en daar zit die zwart-witte achter de bank. Kun je net een kopje zien. En de rode, nou ja, die is gewoon lekker buiten wezen. Ja, moet kunnen. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal een heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Mijn huishoudelijke hulp, Rebecca, die komt zo meteen. Die zou rond een uur of 10 bij me wezen. Nou, ik zie nog niet een auto van haar staan of wat dan ook. Dus ja, maar dat komt vast wel goed. Dat zullen we weer, tenminste zei ik niet. We gaan eerst naar de koffie dan. Ik heb nog een bakje staan. En dan zoals aan het werk. Ga dingen doen wat ik niet kan. Wat mij te zwaar is voor mijn lichaam. Daar kan ik ook weer niks aan doen. Nee. Sjouwen wordt, dan krijg je gebreken. Hè? En aangezien dat ik met gebrek al ben geboren. Ja, hoe ouder je wordt, die gebreken daar waar je mee bent geboren. Familiekwaal. Dat wordt dan ook naarmate je ouder wordt. Ook erger aan pijn en ja. Laten we er maar over ophouden. Het is mooi weer. Maar het is hier wel koud. Ja, het is een frisse, strakke wind. Maar het zonnetje schijnt en toch is de lucht nog niet echt helder te noemen. Maar ja. In ieder geval, het is al fijn dat die zon erbij is. Ja. Want anders is het ook bij niks, hè? Nee. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, ik hoop dat jullie veel kijkplezier zullen beleven aan deze nieuwe vlog. En ook verder een hele fijne dag gewenst. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, we gaan eventjes weer de hort op. Ik moet eventjes naar de Vodafone winkel. En dan naar Big Bazaar. En dan naar de deken. En dan weer snel naar huis. Voor 2:30 moet ik weer thuis zijn. Ik neem jullie even mee. Ik denk misschien dat jullie dat wel leuk lijkt. Het is natuurlijk wel iedere keer dezelfde route. Maar ja, dat heeft wanneer je dicht bij de winkels woont. Maar ik moet naar de Vodafone, want mijn mobiel die doet het niet. Althans, bellen, telefonie. Ja, dat is het enige. WhatsApp krijg ik binnen. Maar als ik ga bellen, krijg ik niet gehoor. Word ik gebeld, krijg ik ook geen gehoor. Het wordt weer afgesloten. Ja, heel vreemd. Dus ja, wat ermee is, ik weet het niet. Maar ik neem jullie met de GoPro mee. En dan gaan we eventjes er vandoor. Ik zou zeggen, tot straks als we weer thuis zijn. Thank you.
Thank you.
mijn kereltje dorst. En we waren weer thuis. Maar ja, als we weggaan, dan moet hij dus de kap om. En die heeft hij net af. Ja, dan gaat hij drinken. Ik zal hem gelijk ook even schoon water geven. Dat is wel zo verfrissend. Dat, ja, gaat dan weer lekker weg. Maar ik moet hem zo even kammen. Want ik zag vanwege zijn oortjes, zag ik wat troep in zijn beffie. Moet ik er even uithalen, ja. Want dat is niet zo netjes, hè. Dat moet wel even schoon. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Jullie zijn dus lekker mee geweest met de GoPro. En nou, ze hadden dus vanochtend, had Vodafone een wat zeiden ze nou? Oh ja, nou ja, problemen. Ze hadden storing, zo was het, ja. Ze hadden storing. Dus het enige wat ik had moeten doen, dat was mijn telefoon even opnieuw opstarten. Was het weer goed. Maar ja, als je alles van tevoren weet, is rijk worden gewoon geen kunst meer, nee. En ik wist dat niet. En dan wil die rode rakker er ook nog eens een keer uit. Hé, hey, ja man, wou jij naar buiten toe? Hé? Hey? Oh ja man. Hé, hey, je bent een lieve kereltje. Ja. Oh, zo lief hè. Maar oké, lieve vrienden, ik krijg zometeen mijn vrouwelijke begeleidster weer. Sandra heet ze. Dat, er moet wat werk op zolder. Foto's zoeken van vroeger. Van heel vroeger. Ja, die ik van mijn moeder en mijn tante geërfd heb, die foto's. Ja, nou zoek maar op waar ze zijn, ik niet weten. Maar mijn broer wil ze hebben. Dus ja, dan ga ik dus voor hem daar aan de gang. Maar ja, het is eerst zoeken waar zijn ze, want dat weet ik niet. Want dat waren dingen waar mijn man mee bezig was. Met die zolder op te ruimen. Ja, zoeken, ga je wat vinden, ik weet dus niet. Komen we er zelf wel achter waar ze in zitten. Maar in ieder geval, ik zeg in ieder geval nog verder een geniet van je dag verder nog. En ik zeg tot straks maar weer. Doei doei. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn eten weer voor mijn neus. Ik heb rode bietjes gekozen uit mijn kast. Met een siepeltje er overheen. Ik heb ook nog een half siepeltje gebakken. En dat lekker bij mijn vlees. En natuurlijk een wijntje, een witte deze keer weer. En een bakje koffie. Ja, en ik ga er zo lekker even van genieten. Daarna hebben we alweer goede tijden, slechte tijden. Oftewel GTST. En vanavond om 9:30 het einde van je reis, van je leven of zoiets. Zoiets dergelijks, ja. Dat wil ik ook graag zien. En ja, ik had vanmiddag weer even een spiegeltje gemaakt. Alleen die komt niet in de groep te staan. Want het spiegeltje daar was het een en het ander. Wat ik normaal niet zou gebruiken. 1, 2, 3 heeft zelf aangeschaft. Diegene die dat wou hebben. En dat was mijn achterbuurvrouwtje. En die wou het op een speciale manier. Nou ja, dat heb ik even voor haar gemaakt. Maar op een manier dat ik zelf eigenlijk niet eens zou bedenken. Het is ook een heel klein spiegeltje, kleiner dan die ik gebruik. Dus ja. Maar het maakt niet uit. Hij is wel verder heel mooi geworden. Ik heb er wel foto's van gemaakt en naar haar toegestuurd. En toen vond ze, zei ze, wauw, nou oké. Maar dat, ja, die verkoop ik verder niet. Die was voor haar bedoeld. Dus meer een beetje privé. Ze heeft er wel voor betaald hoor. Mogen jullie beter weten, ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga nou eten voordat het koud is. En ik zou zeggen, tot straks. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer later dan het eigenlijk zou. Ja, ik zou al veel eerder naar bedje toe. Maar helaas, het is weer niet gelukt. Nee, ze waren weer bezig op Facebook. Ze hadden me weer druk nodig. Ja, we gaan zo naar bedje toe, hè. Ja. Lieve diertjes. Ja, ja. Het is weer een keertje tijd. Het is 2:10 bijna. Dus ik zeg, lieve vrienden, het is weer mooi geweest. De televisie gaat zo uit.
En ja, die map is nog leeg en daar zet ik zometeen alles nog even in, zodat ik morgen weer fris en fruitig verder kan beginnen. Dus ik zeg welterusten, slaap lekker, met mooie dromen, gezond weer op en tot aan de andere kant van de nacht. Doei dokies!